Buurman, wat ben je aan het doen? Waarom komt het buurman in één keer random bij mijn huis? Buurman! Dat is mijn huis! Wat gaat hij doen? Moet hij plassen of zo? Hij moet ook echt plassen. De buurman is terug. Wat? De buurman heeft een nieuw huis. Dus dat betekent dat die verdomde buurman een nieuwe kelder heeft. Een nieuw geheim. En ik zal erachter komen, want mijn naam is Ronald Fladder. Doen jullie gezellig met mij mee? Hebben jullie er zin in? Dan is het nu tijd voor Hello Neighbor! Gasten van het Gameportaal, mijn naam is Radat en vandaag speel ik met jullie weer een custom map. De vorige was echt super goed ontvangen, jullie wilden meer, dus ik dacht van dit doe ik gewoon nog een keertje hoor. En vandaag speel ik een map die op nummer 1 stond. En ik denk dat jullie hem wel heel tof gaan vinden. Hij duurt lang, hij is spannend, hij is eng. Dus dat betekent meestal dat het een goede map is. Heb je er zin in, smash op een duimpje omhoog. En natuurlijk als jullie meer willen, moet je... Doe dit dan ook even. Veel plezier met kijken naar Hello Neighbor Custom Map. Een nieuwe dag in een huis. We zijn nu beland in mijn nieuwe huis. We zijn alweer verhuisd en meestal brengt dat nieuwe avonturen met zich mee. Dit is blijkbaar het huis van de buurman. Wat een mooie huis heeft de buurman weer. En laten we dan gewoon eventjes koekeloeren wat we hier allemaal kunnen vinden. Want wat ik graag zou willen hebben is een zaklamp waar ik enigszins wat kan zien. Laten we het huis doorzoeken, want er moet hier toch vast wel wat zijn. Oh, dit is mijn badkamer. We kunnen hier niet echt wat dingen vinden, dus het is tijd om naar buiten te gaan om erachter te komen wat die verdomde buurman voor mij verschuilt. Ik vertrouw hem niet. Oh, er rijdt in één keer random een auto langs met een pizza erop. Zie je ook niet vaak in custom maps. We zien hier een papiertje. Zit hier wat op? Nee, het is gewoon een envelop met niks op. En een steen. We gaan een ruit ingooien met een steen. Zo close. Volgens mij is de snelheid hier 30 km per uur. Nog niet eens. 10 of zo. Maar ik denk dat het echt nu de juiste tijd is om... Oh, juiste timing, buurman. Juiste timing om de deur open te doen. Die verdomde buurman. Ook altijd met zijn rare fratsen. Maar hij heeft wel de deur voor mij geopend. Kunnen wij ook zien wat wij moeten doen om de kelder te openen? Zo te zien hebben wij een aantal sleutels nodig en een koevoet om de planken eruit te halen. Oké, ik heb geen flauw idee waar de buurman is. Dus we gaan eventjes aanbellen. Wow, hij komt meteen al naar buiten of niet? Ik hoor meteen de chasing muziek. En de chasing muziek staat uit en daar staat de buurman. Kunnen we de buurman ook naar buiten leiden? En waarom zie ik hier een pijltje? Die pijltje wijst naar boven. Moeten we die raam daarin gooien? Ze doen dat niet zomaar, hè? Wij kunnen met z'n allen wel eens af en toe wel eens slim zijn. En daar zie ik 3 dozen. Dus laten we eventjes die 3 dozen pakken. Want ik wil namelijk nog niet naar binnen lopen. Ik wil op een andere manier eigenlijk naar buiten gaan. En we nemen voor de zekerheid deze prullenbak mee. Zodat we 100% weten dat wij hier bovenop komen. Dus we plaatsen de allereerste doos. Hier plaatsen we een doos op en daar bovenop. En het valt gewoon meteen. Waarom valt alles meteen? Ik ben blij dat de buurman nog niet naar buiten is geweest. Want die zal me sowieso uitlachen. Ja, nu helemaal. Die buurman zal me nu helemaal uitlachen. Omdat ik zo vaak deze doos laat vallen. Kunnen we de prullenbak hier gewoon niet al op plaatsen? En dan probeer erop te komen. Please, prullenbak, val niet. Oh, oh, we did it. Oké, dan kunnen we 1 doos droppen. En naar de prullenbak hier naartoe rennen. Hé, hey, we staan er. Die auto daar gaat zo snel. Ja, moeten we hier naartoe springen? Oh, ah, ik spring er gewoon overheen. Waarom ook niet? Ik ben pro-ass met parkour. Gelukkig is die verdomde buurman nog nergens in de buurt. Ik doe de deur even dicht. Ik was namelijk vergeten dat ik een raam moet in... Oh, nee. Nee, buurman. Nee. Hij heeft mij door omgegooid omdat hij zo nodig lijm erop moest gooien. En zo te zien heeft hij een sleutel bij zijn pik. Dit wil ik eventjes opnieuw proberen. De buurman weet dat ik hier bezig ben. Wat gaat hij doen? Ik wil die sleutel hebben die hij bij zich... Hoe pak je die? Buurman, ga alsjeblieft naar binnen. Ga nou niet de hele tijd zo vervelend doen. Kan ik zijn sleutel nu al pakken voor de zekerheid? Ik kon hem pakken namelijk. We gaan even een papiertje op hem gooien. Buurman, kom eens. Kom eens. Niet te ver. Ah! Loop even verder. Loop even verder. Goed zo. Blijf hier staan. En ik heb je sleutel. Oh! Die ga ik sowieso even hier ergens binnenleggen. Zodat hij niet meer verdwijnt. Oh, en hier is gewoon een zaklamp. Daar lag hij gewoon. Oké, ik ben nu benieuwd wat hij gaat doen. Als hij eventjes naar binnen gaat. Want ik weet dat we daar naar boven moeten. Oh. Hallo, meneer. Ik wil eventjes hier bovenop proberen te komen. Want dat is 100% de bedoeling. Hij is nu weggelopen. Dus laten we dit eventjes supersnel doen. We springen hierop. En ja, en we gooien meteen een ruit in. Of niet? Of ik faal gewoon meteen. We doen dit opnieuw. Oh! Nu wil ik ook eventjes kijken wat we meteen hier kunnen vinden. Oh, een generator. Laten we die even aanzetten. Wat gebeurt er dan? Ik hoor dat ik wat heb geopend. Maar wat heb ik geopend? Dat is de vraag.
Oké, we zijn al gelijk een stukje verder. Is dit een piano? Wat? Wat? Oh my god, dit is zo toeval. Ik wou zeggen, is dit een piano? What the freak is dit? What the freak is dit? Dit is vreemd. Oh my god, dit is echt toeval. Ik wou namelijk zeggen, dit is een piano. En de piano gaat in één keer af. Het was inderdaad een piano. Oh, wacht eens even. De deur gaat weer dicht. De suspicion staat nu op 0,5. Dus de buurman weet sowieso dat ik er ben. Wat hebben we hier achter de deur? Daar hebben we trouwens een blauwe sleutel voor nodig. Maar ligt hier dan ook misschien ergens een sleutel? Mr. Pikminator was hier. Wat een pik. Waarom hoor ik in één keer een chasing nummertje? Dat betekent meestal dat de buurman weet dat ik hier ben. Ik zie daar trouwens ook een generator. Wat zal er gebeuren als we die overhalen? Laten we naar beneden springen. Dit vertrouw ik niet. Oké, ik denk dat de buurman weet dat ik hier ben. Rustig blijven, Ronald. Rustig blijven. Zoals je buurvrouw altijd zei toen die nog niet gestorven was door de buurman. Als het ooit misgaat, denk gewoon altijd dan positief. En als je niet positief blijft, krijg je buikpijn. Wat zal er gebeuren als we deze generator aanzetten? Oké. Wij gaan nu verder komen, hoor. Waarom klimt de buurman trouwens naar boven? Oké. Laten we snel het huis binnen gaan. Eventjes kijken wat we hier kunnen vinden. Maar we hadden net ook een deur geopend. Maar misschien kunnen we hier nog enigszins wat dingen vinden. Oké, deze leidt naar de garage. Hier zie ik overal, overal schilderijen. Meestal betekent schilderijen dat er een secret is. Deze deur kunnen we ook openen. En wat hebben we hier dan? Dit is een opslagkamer. Hier moet toch wel ergens een sleutel liggen. Wel een magneetgeweer trouwens. Die is ook goed om te hebben. Hey! We openen eventjes deze deuren snel. Ook helemaal niks te vinden. Volgens mij kunnen we dan hier het beste wegwezen. Maar ik hoorde hier net wel wat. Oh shit, oh shit, oh shit. De buurman weet dat ik er ben. Vanwege de camera. Wacht, we kunnen hier wat openen. Oh, wacht eens even. We hebben hier stils gezet. Ik weet niet waarvoor dit bedoeld was. Maar namelijk in de echte Hello Neighbor game moest je ook iets in de machine gooien. Oh nee. Ah! Oh, oké, wat gebeurt er met je? We blijven stilstaan. Ja, hey buurman. Die was zo naar. Ik schrok me kapot. Geen meer replay. Want dit was heel mannelijk. Oh nee. Oké, die moeten we straks even pakken. Maar hoe komen we daar? Wacht eens even. Ik zag daarnet wel een aantal dozen. Ik zie hier ook een opening. Waarschijnlijk hebben we daar die doos voor nodig. Oké, we gaan eerst eventjes de doos namelijk gebruiken om die lockpick te pakken. Waarom staan die appelschieters hier? Die hebben gewoon geen toegevoegde waarde. Misschien komen we hier nu wel bovenop. Zo. Oh, de toren is wel opgevallen. Maar dat houden we niet tegen. We pakken lijm. We gooien dat weg. En spring! We did it! Oh, easy! Piece of cake! En nu hebben we namelijk ook de lockpick. Die hebben we sowieso straks ergens voor nodig. Oh, dit vertrouw ik hier niet. Zo te zien staat al het water hier onder de elektriciteit. Daar kom ik niet. Dat stukje van mij... Wat? Oké, we kennen hier in één keer. Nou, nice! Goed gedaan! Ja, dit verdient wel een applausje! Ik ben door de map heen geglitcht. En zo te zien is de buurman televisie aan het kijken. Oh, we kunnen hier naar boven. Oké, voordat we daar naartoe gaan... Oh, de buurman heeft mij gespot. Yo, buurman. Alles goed met jou? Ik loop ondertussen eentjes door. Oh, nee. Ik kan hier niet inkomen. Oh, shit. Hoe kom ik terug? Waarom moest mijn map nou weer glitchen? Kunnen we hier de generator al uitzetten? Oh, dit is glas. Oh, hier kunnen we dit ding gebruiken om het glas kapot te maken? Nee. Nu moet ik opnieuw naar boven proberen te komen. Laten we nu gewoon deze dozen wel even legit gebruiken om naar boven te komen. Want net zaten we gewoon vast. Zo, die plaats weet. Wow, dit skills. Wow. Laten we ook eventjes onze andere spullen even oppakken. Ik denk dat we de zaklamp en dat we het magneetgeweer het beste kunnen gebruiken. De verrekijker hebben we niet meer echt nodig. Zo. Jump. Wow, yeah. We zijn goed bezig. Een geweer. Maar die kunnen we niet oppakken. Maar eerst gaan we kijken wat we hier kunnen vinden. Kunnen we dit gewoon niet aanzetten? Oh nee, nu kan de buurman hier ook komen. Nee. Oh, de rail gaat nu ook weg. Ik weet nu 100% zeker dat de buurman hier naartoe komt. Buurman? Oké, hij is nergens te vinden. Wat is dit voor kamer trouwens? Hoe komen we daar? Laten we even snel een doosje pakken. Snel twee, voordat de monorail komt. Oh nee, de buurman komt eraan. Ik hoor een chasing nummer. We springen hier snel in. Wat is dit voor kamer? Sowieso dat de buurman nu naar boven komt. Buurman, laat met rust. Maar wat is dit voor kamer? We kunnen het stroom uitzetten van iets. En we hebben hier een sleutel. Dat is sleutel nummer 1 die we hebben gevonden. Kunnen we hier naar boven? Hè? Wat de hel is dit? Wat is dit voor kamer? Ik zie hier namelijk een zon, een maan en de aarde. Dat is wel een beetje vreemd. Wat heeft dat te betekenen? En deze deur is hier op slot. En ik zie de ijs. En daar de aarde. Waarom ligt de aarde daar? Waarom is daar trouwens een sneeuwpop? En hoe komen we daar binnen? Komen we later wel achter. Moet sowieso via een andere manier kunnen. Daar komen we later straks eventjes op terug. Laten we super snel naar boven lopen. En voordat de monorail komt. Nel!
Hoe komen we naar beneden om dat aardbolletje te pakken? Zoveel vraagteken. Maar ik zag net wel dat we hier naar boven konden, dus spring. En we klimmen hier naar boven. En wat hebben wij hier voor malle bende? Een sleutel. Een bruine sleutel. Dus wat wel gaan we nu eentjes droppen? Ik drop denk ik eventjes het magneetgeweer. Ik weet niet of dat slim is, maar ik denk dat de zaklamp is sowieso nu heilig. En de lockpick, ik weet niet waar ik die voor moet gebruiken. Dit is spannend, we springen hier ook naartoe. Buurman? Ik weet dat je me ziet. En ik zal erachter komen wat jij in je kelder hebt. Die verdomde buurman zal mij niet meer vermijden. We springen hier naartoe. En waar zijn we nou weer beland? Wat is dit nou weer voor kamer? We zien hier een rekensom. 1 plus 4 is 5. 9 min 2 keer 3 is... Oh god. Moeten we getallen vinden of zo? Dat lijkt me wel logisch. Laat even kijken. We kunnen hier naar beneden om dat aardbolletje te pakken. Smelt het ijs trouwens. Kunnen we de hamer al pakken? Want ik zie hier een hamer. Laten we eerst eventjes de stoel weghalen. Oh, ik weet het misschien. Kunnen wij de aardbol hier plaatsen misschien? Want die geeft als enige niet licht. Nee, hoe moeten we dit nou weer doen dan? Moeten we de sneeuwpop weghalen of zo? Oh, sleutel, een oranje sleutel. What the heck? Welke kleur sleutels hebben we nu eigenlijk allemaal? We hebben oranje, bruin en zwart. Laten we eventjes kijken welke deuren we dan beneden kunnen openen. Dit is zo vaag allemaal. Ik zit vast. We zijn binnen. We zijn sowieso binnen. Dus de buurman weet dat ik hier ben. Ik zag hier namelijk een deur die we eventueel konden openen. Oh shit. Laten we gewoon alle sleutels proberen. Natuurlijk kan dat niet. Kan ik de koevoet gebruiken? Oh my god. Oké, daar was de lockpick dus voor. Laten we deze even uitzetten. Zal nu het smelten daarboven? Ik hoop het zo erg. Springen hier weer naartoe en dan gaan we eventjes kijken of het misschien nu is gesmolten. Ja. Oh my god. Waarvoor moeten we deze hamer gebruiken? Kunnen we de plank er nu uithalen of zo? We zijn al zo ver. Holy shit. Ik zal erachter komen, buurman. Het lijkt erop alsof dat we hier ook naar boven moeten. Dus laten we de motor even eens opklimmen. Dit is wel een van de beste custom maps ooit, though. We springen hier naartoe. We klimmen naar boven. En we hebben hier gewoon weer een deur. What the fuck is dit? Kan ik dit? Oh nee, zeg niet dat ik mijn hamer kwijtraak. Oh god, dit glist hem zo erg. Wat voor sleutel is dit? Welke kleur? Laten we even de hamer hier plaatsen. Want die hebben we sowieso nodig. Ik kan niet zien welke kleur dat is. Wat is dit voor lever? Oh, ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar volgens mij heb ik wat goed gedaan. Ik wist niet wat voor lever dat was. We hebben hier alles. We hebben heel veel sleutels, maar ik weet niet waarvoor ze zijn. Laten we eerst eventjes kijken met de hamer. Hier kunnen we nu al de planken eraf halen. Wat? Ah! Haal even de planken eraf. Kan ik deze sleutel er ook afhalen? Nee, zo zie ik niet. Want we hebben alle sleutels voor de deur. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat laatste poortje omhoog krijg. Dat is een beetje vaagjes, jongens. Wow, de buurman loopt naar boven als een badass. Oké, terwijl hij daar loopt, gaan wij eventjes kijken welke deuren we hier beneden kunnen openen. Oké, het is wel een beetje donker nu. De meeste deuren hebben we hier volgens mij al geopend, lijkt erop. Wacht eens even. Ik weet waar we die blauwe sleutel voor kunnen gebruiken. We moeten even hier weer naar boven gaan. Gaan we het op een manier doen dat de buurman ons niet kan pakken? Weet je wat, we gaan hier wel langs. Oké, de buurman is toch... Ah! En hij staat daar gewoon! Nu laat hij mij de komende tijd niet met rust! Fuck you, buurman. Ik haat je zo erg. Zo erg. Bah! Haha! Want wij kunnen nu namelijk deze deur openen. En wat hebben we hierachter? Ik zie hier een oog. Kunnen we daar wat ingooien of zo? Waarom zie ik hier bomen? En wij kunnen hier niet langs. Oh, ik weet wat we volgens mij nodig hebben. Wij hebben namelijk onze gramophone. Oh, wat doet de buurman daar nou weer? Wij hebben namelijk de gramophone nodig waar we de bomen mee kunnen laten groeien. Ja, dat is het. Dat is het. Ik hoop dat dit werkt. Zeg dat dit werkt. Nee, het werkt niet. Waarom zie ik hier eentje met een oog? We hebben het magneetgeweer nodig. Maar die heb ik ergens gedropt. Slim. Slim. Oh. Oh, waarschijnlijk heb ik nu iets geopend. Ik hoop dat ik iets heb geopend. Want die schilderij leidt natuurlijk ergens naartoe. Ik moet nu iets goeds hebben gedaan. Buurman, je wordt aangereden. Buurman, wat ben je aan het doen? Waarom komt het buurman in één keer random bij mijn huis? Buurman, dat is mijn huis. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij nou weer in mijn huis weer doen? Moest hij plassen of zo? Hij moet ook echt plassen. Wat doe je in mijn huis? Waarom ga je handen wassen in mijn huis? Rare buurman. Rare buurman. Terwijl hij dat aan het doen is. Ik was trouwens eventjes opnieuw begonnen. Het is een nieuwe dag, want ik zat helemaal vast. Maar ik weet nu wel wat ik moet doen om dit te halen. Want ik weet namelijk waar die schilderij voor bedoeld was. Dus laten we daar gewoon meteen naartoe lopen. Want als we deze schilderij hier gaan omdraaien, gaat er iets open. Je hoort het niet. Kijk wat er open gaat. En gaat... Deze poort gaat namelijk open. En dus wat we als enige nodig hebben, is die groene sleutel. En ik weet hoe we... Wow. Is de buurman er? De buurman is nog steeds in mijn huis? Oh, hij wil naar buiten. Nee, 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 nee. Nee, buurman, jij blijft eventjes in mijn huis. Oh, hij trapt de deur gewoon dicht. Oh, hij doet hem weer dicht.
Hij doet hem weer open. Vreemde buurman. Verdomde buurman. Blijf weg of zo. Want we pakken namelijk eventjes de blauwe sleutel. En wij gaan zo eventjes weer naar boven toe. Ik weet hoe we die groene sleutel gaan krijgen. Wist je nog die ene geheime kamer waar ik dacht waar er helemaal niks was? Daar is dus wel wat. Want we zijn namelijk nu in deze kamer. We openen eventjes deze deur. Zo, huppakee. Want hierachter is namelijk de groene sleutel. Maar als we deze kant eventjes openen en we drukken op deze piano, gaat er een geheime deur open. Halleluja. En kijk wat we dan hier hebben. Hier hebben we namelijk een... Ah! Hij staat hard, hij staat hard. Ik schrok me kapot. Waar is hij heen? Oh, hij is hier. Oh, uit. Ik neem hem namelijk eventjes mee, want deze gramofoon laat namelijk bomen krimpen. Sterrenbomen, ja. Oh! Wow! Nou, dan gaan ze langzaam. En nu hebben wij ook gelijk de allerlaatste sleutel. Als we die kunnen pakken tenminste. En ja hoor, we hebben nu gewoon alle sleutels. Dus we kunnen het nu eventueel uitspelen. Hopelijk is de buurman hier niet. Of is hij weer in mijn huis? Ah, hij klimt naar boven. Nice. Laat ik dan eerst eventjes de hamer pakken en een aantal sleutels. Zo. Laten we eventjes de spikes eruit halen. Huppakee. En nu de sleutels. Kom op. Groen. Blauw. Welke heb ik nog meer meegenomen? Bruin. En nog twee te gaan. We gaan het halen. We gaan erachter komen. Want de buurman hier verstopt. Go. En de allerlaatste sleutel. Open de deur. Open de deur. Oh, alles zit ervoor. Man. En nu kunnen we de deur open. Go. Oh shit, er is meer. Ik dacht dat het afgelopen was. Maar het is toch niet afgelopen. We hebben hier namelijk een kaartje nodig. Een groene sleutel en een rode sleutel. Maar waar vinden we die shit? Zo hierin. Zag ik hier een sleutel? Ik zag hier wat glimmen, ja. Dus laten we die meteen hier plaatsen. We hebben nog alleen een rode en een blauwe nodig. Shit, ik dacht dat het afgelopen was. We hebben gelukkig hier een zaklamp. Daar ben ik wel blij mee. Dan kunnen we hier even kijken of hier nog een sleutel... Oh, we kunnen hier naar boven. Oh, hier ligt gewoon één. Nice. Hey, volgende sleutel. Nu moeten we nog alleen een blauwe vinden. Die moet hier dan ook wel ergens liggen. Hierachter. Oh my god, hij ligt hier ook niet nog achter ook nog. Oké, wat zullen we hier zien? Oké, het is in één keer heel erg licht. Hallo? Is er iemand? Ik val naar beneden. Oh, wat gebeurt er met de muur? Wat de hel? En dan moet hier waarschijnlijk ergens een kaartje in liggen, toch? Oeh, ja. Jou heb ik eventjes nodig, mijn jongen. Kunnen we hierachter nog wat vinden? Hier wat sluipen of zo? Ik zie daar wel een deur. Sowieso, we kunnen hier overheen springen. Want hier is sowieso dan een easter egg achter. Ik val naar beneden. Ik wil alleen maar weten wat voor easter egg dat is. Weet je wat? Laat maar. We hebben nu het pasje en we gaan de deur openen. Oh shit. Wat is dit? Zijn beland in een klaslokaal. Waar ben jij nou weer? Ik doe het geluid hier even uit. Ben jij de Shadow Man? Je lijkt meer op een stukje hout. We hebben nu een koevoet nodig. Waar de fuck vinden we een koevoet? Docent, weet jij misschien waar we een koevoet kunnen vinden? Out of order. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik zie hier een wapen. Moeten we die cijfertjes eraf schieten of zo? Die gramophone. Wacht eens even. Wacht. Deze hebben we ook nodig. Want nu kunnen we die bomen hier laten krimpen. De bomen krimpen. Waarschijnlijk zit hier dan achter de koevoet. Ja! What the hell? Ik ben redelijk slim hoor. Wat zit hier achter de deur? Oké, we halen de spijkers eruit. Openen nu de deur. En waar zijn we nu? Hé, waarom meent hij dit in zijn huis? We hebben nu een roze sleutel nodig. We hebben hier een boerbouw, die hebben we sowieso nodig. En een stukje staat. Oh god. Oké, ik ga hier wel verstoppen. Moeten we hier misschien met alle wapens erop schieten? Kijk. Wah, heb ik een magneetgeweer? Oh, wacht eens even. Hier is gewoon een magneetgeweer. Hier kunnen we kijken of we wat kunnen vinden. Maar ik denk dat ik het soort van verprutst heb. Zeg alsjeblieft dat ik daar alles nog kan pakken. Want ik moest zo nodig met mijn wapen erop schieten. En dan sowieso dat daar ergens een sleutel moet liggen. We hebben de roze sleutel, die was daar dus. En wij gaan nu de deur openen. Oh. Oh, het is de buurman die aan het huilen is. Dit was het. Waarom was de buurman daar verstopt en waarom was hij aan het huilen? Ik moet toegeven, dit was echt een supergoede custom map. Weet jij waarom de buurman zat te huilen? Waarom heeft de maker van de map dat toegevoegd? Laat achter in de reacties beneden. Wil je nog een custom map? Smash dan op een duimpje omhoog. Zeg bedankt voor het kijken. Abonneer, like. Tot de volgende keer.